het advies, of op basis van de gesprekken, werd al vrij snel duidelijk dat er met uitzondering van één partij, alle andere vijf partijen zeiden, we moeten niet doorgaan met de huidige coalitie. En er waren verschillende argumenten die daar aan te grondslag lagen. Het ene was dat men zegt van 16 van de 21 zetels in een raad die de collegepartijen dragen, zal ertoe leiden dat het debat in de raad wel heel erg marginaal gaat worden. Het is een overgrote meerderheid, dus dat lijkt ons niet verstandig. Een argument wat in het verlengde daarvan ligt, is dat er ook wel gezegd wordt, een derde partij heb je eigenlijk niet nodig. Dus dat leidt er uiteindelijk toe dat ook de cohesie binnen die coalitie uiteindelijk niet zo heel erg groot zal zijn en ook niet hoeft te zijn. Dus om die reden moet je daar ook eigenlijk van zeggen dat je dat niet zou moeten gaan doen. Je hebt een derde partij ook niet nodig. Een ander argument was dat er nadrukkelijk werd aangegeven dat er de cohesie binnen het zittende college, zeker aan het einde van de rit, niet meer zo groot was. Dat zat hem niet zozeer in de college zelf, maar dat zat hem vooral in de manier waarop in de raad ook met elkaar werd omgegaan. En er werd geconstateerd dat de cohesie aanzienlijk minder was geworden dan dat die voorheen was.